Al sinds de bouw van de woonwijk zakt de grond onder de tuinen in deze straat. En dat leidt tot flinke ongemakken. Wij hebben ook kleinkinderen. En die komen met vriendjes en vriendinnetjes. En die komen dan enthousiast hier naar de voordeur lopen. En dan bats, met de kop tegen de deur. Die trap, wil ik mijn deur ook stoppen. Maar, hoe moet ik dat doen? Om mijn deur te zemen. Dat lukt niet. Ja, ik had een handig plankje ervoor zelf gemaakt, maar inmiddels is het plankje ook te kort geworden. Dus of ik moet een ander opritje gaan maken of de tuin moet weer omhoog. En dus kiest Ronald Slappekorn ervoor om zelf maar met zand in de weer te gaan. Elke 3 jaar hoogt hij zijn tuin op. Ik word er wel een beetje gek van. Ik word er een beetje gek van, ja, kan je wel stellen. Ik ben geen tuinman. Ik vind het ook niet zo leuk. Wat vindt u nou dat de woningbouwvereniging moet doen hiertegen? In ieder geval aanbieden dat hun zorgen dat het omhoog gehaald wordt, maar daarmee ook de leidingen. Woningbouwvereniging Trivieren heeft in 2009 alle tuinen opgehoogd, maar zal dat niet snel weer doen. Wat wij doen met die ophoogactie is een pakket zand aanbrengen op die tuinen. En dan kunt u zich voorstellen dat door het gewicht wat we erop brengen, die grond weer gaat verzakken. Dus het liefst wil je dat zo min mogelijk doen. Die ophoogacties doen we alleen als het echt nodig is. Maar Trivieren zegt wel te helpen waar het kan. Daarom roepen ze bewoners op om problemen te melden. Dus dan zijn we ook afhankelijk van de bewoners als ze ons bellen en melden bij ons van er is een situatie die onveilig is. Dan gaan we direct kijken en actie ondernemen.